Voor het Weekjournaal, de tweede aanvoerder van DVS 1. Een trotse tweede aanvoerder, denk ik. Ja, absoluut. Zeker. Leuke teamprestatie zaterdag. Ja, weer gewonnen. Weer een teamprestatie. Dus we zijn op de goede weg. Ja. Heb je een leuke dag gehad, oom Roald? Ja, was een dagje weg, ja. Met het nichtje van mijn vriendin aan de kant. Dus een dagje dolfinarium. Even Ermelo Noord een beetje opsnuiven voor over een week of wat. Ja, is altijd leuk in Harderwijk om, als je het goed doet, is het altijd leuk om naar Harderwijk te komen. Absoluut. Hey, ben je al een beetje hersteld van die wedstrijd van zaterdag? Want knet er nog eens aan toe. Wat moet jullie dat veel gekost hebben aan spierpijn, et cetera? Ja, vooral bij veel klachten bij de onderkant van de voet, omdat het zo warm was. Er ligt natuurlijk veel rubber op, waardoor ze dat veld nog mogen gebruiken. In het verleden week nog wel, jaren geleden, als je daar had gespeeld, dan had je inderdaad de hele week wel overal last van. Nu was de demping wel goed, alleen voor het voetbal is dat natuurlijk niet goed als er zoveel rubber op ligt. Ja, dan gaat de bal alle kanten op. Nou, je had het net over een goede teamprestatie. Er is toch langzaam en zeker wel wat ontstaan met het team. Hè? Daar kan ik echt enorm van genieten. En jij ook, denk ik. Ja, zeker. Ja. Een paar wedstrijden met 1-0 gewonnen. Ook maar een paar keer wel dat je voor staat. Zoals afgelopen zaterdag, dat je het wel weer weggeeft eigenlijk. Zonde. En uiteindelijk dat je het wel weer mentaal over de streep trekt om te winnen. Dus dat is wel, ja, dan zie je wel dat we steeds meer de teamprestatie, ja, dat aanwezig is. Waar ligt dat volgens jou aan? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. We spelen nu al een tijdje met dezelfde basis, dat scheelt. De bank is zeer sterk dit jaar. Sterker denk ik als andere jaren. Als er nu iemand invalt, dan is dat soms ja, even goed of soms zelfs een verbetering. Net wie er invalt op welke positie. Dus ik denk dat dat ook wel heel prettig is. En dat je gewoon weet, iedereen weet waar hij aan toe is. Dus dat... Terwijl je toch een wedstrijd of 10 geleden, hè, toen met die blessures van Joran en Niels Buitenhuis. Toen had jij er waarschijnlijk ook een klein beetje een zwaar hoofd in. Ja, vooral ik vind Niels op die positie een belangrijk speler. Dat loopt natuurlijk al jaren mee, dat zag je ook wel aan zijn spel. Ja, ik vind dat Lars Dekker dat prima doet. En Kai die viel natuurlijk heel goed in. Want dat hadden we wel even nodig, even wat power voor de verdediging. Ja, en ook Todd en Heiko op die plekken hebben ze dat ja, zeker goed ingevuld. Dus. En dan die Maurice uit Ermelo Noord, die begint er ook steeds meer zin in te krijgen. Ja, als de zon schijnt, dan heeft hij er zin in. Dus nee, dat is heerlijk, zo'n speler. Ja, zeker. En, niet alleen de zon, maar hij vindt het ook lekker om dat soort spelers om zich heen te hebben als Benjamin en Daniel, volgens mij. Ja, zeker. Ja. Als verdediging is het ook lekker als je een bal even niet weet wat je ermee moet, dan gooi je hem gewoon diep in. Je weet dat Benjamin en Daniel altijd daarop loeren, Mouw zelf ook wel. Maar dat die drie er altijd wel weer wat van maken. Dus ja, dat is fijn. Zulke spelers in je team. Hoop je erop dat Leon Toon zaterdag nog meedoet bij Dovo? Ja, altijd. Dat is mijn maatje, dus het zou fijn als hij weer speelt. Maar volgens mij viel die in. Afgelopen zaterdag. Dus ja, we gaan het zien. Ik hoop dat hij speelt vanaf minuut 1. Dat is altijd leuk. Die eerste wedstrijd tegen Dovo. Ja, dat was een beetje een moeizaam begin, hè? Ja, daarin kun je wel zien als je die wedstrijd bijvoorbeeld neemt. Dat is natuurlijk de allereerste wedstrijd. Maar als je dan die wedstrijd neemt en de afgelopen 2 maanden. Dan, ja, dan zie je echt wel een grote groei. Wat ik ook niet zo hoog had verwacht. Maar ja, doet zeer uitstekend op dit moment. Jij had dat dus inderdaad ook niet verwacht, hè? Want de laatste keer dat ik jou sprak was je soms behoorlijk kritisch. Ja, nee, klopt. Omdat we ook wel een vrij jonge groep hebben. Had ik wel het gevoel dat ik denk, ja, we spelen dan 2-3 wedstrijden goed. En dan spelen we weer 2 wedstrijden minder. Dus dat was elke keer schommelen. En nu zie je toch wel de laatste, ja, wat ik zeg, 2 maanden, misschien wel langer. Dan moet ik terugkijken. Dat het echt stabiel is geworden. Dus dat vind ik echt knap. Ook van de jonge jongens die dat ook echt laten zien op dit niveau wat er gevraagd wordt. Dus dat is mooi. Maar ik kan ook wel genieten van de verdediging die nu gewoon in staat is om, als ze het voetballend niet kunnen oplossen, die bal gewoon werkelijk hoog achter die snitsertribune daar richting het kamp knalde. Ja, weg is weg. Val bij Bezielkemaren, dus dat is prima. Maar je zag ook wel zaterdag dat we alweer af en toe te veel voetballen. Dan zag je wel dat hun ook in de wedstrijd komen. Dus dat moet je ook gewoon niet doen. Je moet gewoon wel vanuit je taak blijven voetballen. En dan denk ik dat wij, jij hebt het gezien, bijna elke tegenstander ook kunnen hebben. Vanaf de tribune? Had ik echt respect voor die scheidsrechter. Wat deed die gozer dat goed? Ja, vond je niet? Ja, dat vond ik echt geen gele kaarten trekken. Helemaal niks. Nee, ik vond het fijn dat hij de kaart op zak hield. Maar ik vond hem verder wel de ene keer weer van onze kant en dan weer voor Sneek. Dus ja, het ging een beetje alle kanten op, vond ik. Maar ja, ik had het voor mij verder persoonlijk niet zoveel last van. Maar ik merkte wel dat hun ook wel af en toe behoorlijk geërgerd werden aan hoe hij dan floot. Maar ja, je hebt een scheidsrechter, dan moet je er wel mee doen. Ik had je een leuke confrontatie op het middenveld met Lanting, je oude maatje van Spakenburg. Daar heb je mee gespeeld. Nee, die was een jaar later. Dat was na mij. Ja, ik ken hem nog wel, maar
ervaren horen. Ik vond het wel even leuk op dat middenveld. Ik herinner je dat nog? Maakte je even een lekkere overtreding op? Ja, ik denk even een tikkie. Doe ik het wel even een keer. Dat is geen probleem. Als ze het om en om doen, dan kan die scheids niet snel een kaart pakken. Nee, dat is gewoon een goede voetballer bij Sneek. En je weet dat hij het spel daar bepaalt of wil bepalen. Maar ja, het is natuurlijk niet meer de landing van Thijs van Spakenburg. Dus als je gewoon kort op zijn flikken zit, dan kan hij af en toe een tikkie uitdelen. Die incasseert hij ook wel en die deelt hij zelf ook uit. Dus dan is het ook prima. Kun je ook wel genieten van Meraki? Ja, zeker. Ja, die ken ik al. Dat is een goede voetballer. Dat zie je zaterdag ook weer. Schiet een fantastische bal erin en voetbalt verder ook uitstekend. Alleen ze hebben daar wel te weinig kwaliteit om hem nog meer te gebruiken. Want hij kan denk ik nog wel meer dan dat hij nu laat zien. Maar ook wel een lekkere spits daar. Ja, zeker weten. Niks mis. Alle. Ja, ook. Ja, niet het type spits dat wij hier hebben rondlopen. Maar ja, zo'n type had misschien Davies ook nog wel eens kunnen aantrekken. Of kunnen ze nog doen in de toekomst. Wat een grote fysieke spits die wel een bal makkelijk bij zich houdt. Maar ja. 3 wedstrijden. Roald, 9 punten. Ja, dan denk ik dat we er zijn. Dus, dat gevoel heb ik ook, ja. Jong Volendam naar Scheveningen, laatste pot. Ik denk dat ze daar nog wel wat laten liggen. Dan moeten 3 keer zelf winnen. En ik denk aangezien ons programma dat het echt wel te doen is. Veel succes daarmee. Met de voorbereiding ook voor zaterdag, jongen. Dank u wel. Komt goed. Okay. Bedankt. Yo. Voor het Weekjournaal, Jeroen Buitenhuis. Jeroen, het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Want ja, hoe meer je speelt, hoe meer je elkaar spreekt. Na afloop natuurlijk en zo. Maar je hebt bijna nu een jaar erop zitten bij DVS 33. Wat zeg je zelf? Nuttig jaar? Hoe beoordeel je dit? Ja, 2 keer geblesseerd geweest dan. Dus een tijdje niet gespeeld. Maar ik heb wel veel geleerd natuurlijk. Seniorenvoetballen is wel een stukje fysieker natuurlijk. En leuke ploeg natuurlijk. Dus ja. Is het niveau je meegevallen van de derde divisie? Nee, ja, het is echt goed niveau inderdaad. Ja. Ik had eigenlijk niet, ik wist niet wat ik er bij moest verwachten eigenlijk. Dus, En je hebt eigenlijk ook een beetje weinig geluk gehad. Net op het moment dat ik dacht, yes, nu zit hij eraan te komen. Jeroen Buitenhuis, ik refereer even aan de uitwedstrijd tegen Odin. Toen viel je in. Toen vond ik je echt goed. Ik denk, yes, hij komt eraan. Ja, inderdaad. Ja. En toen tegen Groningen ook de week daarna dan natuurlijk, ja. En toen raakte ik geblesseerd. Dus ja, maar nu gaat het weer een paar keer ingevallen nu. Mooi. Voel je zelf ook dat je door met senioren en door steeds met die basis mee te trainen, je ook sterker wordt, fysieker? Ik kom wel meer in het duel, denk ik. Vergeleken met de andere jaren dan, ja. Ga je naar VVOG? Dat is een beetje met medewerking van DVS gebeurd? Of hoe zit dat? Misschien, maar dat weet ik niet meer heel zeker. Volgens mij niet. Ja, ik weet niet echt. Want, nee, volgens mij zouden ze wel wat doorgeven inderdaad. Maar ik weet niet of het zeker daardoor komt. Want Mikey heeft het dan doorgegeven. En Pernelli ken ik dan van VVOG. Die hebben wel ook wat doorgegeven namelijk. Kende Henny in het Hof jou? Nee, van tevoren niet, nee. Maar nu wel. Ja, je hebt een goed gesprek met hem gehad en je hebt ook een idee hoe hij wil spelen. Ja, inderdaad. Ja. Voetbal natuurlijk spelen, dus dat past aardig bij mij. Ja. Dat idee heb ik ook wel. Samen met Mike op dat middenveld denk ik dat het wel redelijk voor elkaar komt. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja. Ik ken de spelers niet echt daar verder natuurlijk, maar zoals ik het hoor, dan zitten er ook wel een paar voetballers bij. Dus het gaat mooi worden. Ja, er moet wel een hele cultuuromslag komen, hè? Ja, dat wel natuurlijk. Hè. Dat is de andere kant. Hè. Ja, ze hebben het even geprobeerd tegen Jong FC Groningen zaterdag, maar lelijk op de koffie gekomen. Ja, 5-0. Maar die hadden net gefeest natuurlijk op Koningsdag. Die spelen nergens meer voor. Dus wij wel. Dus wij kunnen nog de periode pakken. Dus. Verleden jaar hadden wij een beetje dat probleem met feesten. Ja, dat had ik gehoord inderdaad. Maar goed, dat is nu heel erg goed gemaakt. Heb je ook genoten van die wedstrijd van afgelopen zaterdag? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb dan niet gespeeld natuurlijk, maar... denken. Volendam had verloren dan, 2-0. Ja, ik was aan het warmlopen en toen zag ik op het scorebord dat ze 2-0 achterkwamen. Toen krijg ik natuurlijk weer een beetje meer hoop erbij natuurlijk. Hè. Ja. Nou ga je de komende wedstrijden natuurlijk alles op alles zetten om toch nog je minuten te maken bij DVS. En dat zouden we wel heel fijn vinden als je dat op een mooie manier zou kunnen afsluiten. Ja, dat hoop ik natuurlijk zelf ook. Laatste wedstrijd tegen VVOG. Zou mooi zijn. Ja, dat is wel pikant, hè? Ja, precies, ja. Dus ja, zullen maar zien, hè? Zowel voor jou als voor Mike. Ja, precies, ja. Het kan ook nog zomaar zijn dat we de periode pakken in die wedstrijd, dus
Het zal allemaal dubbel zijn dan. Heel erg dubbel, ja, inderdaad. Hey, wij willen je namens alle supporters en namens DVS TV bedanken voor je inzet. En wie weet zit er nog wel een keer, dan kom je deze kant toch weer op. Ontwikkel je jezelf als voetballer, hè? Ja, ik kan zomaar, als ik een paar goede jaartjes draai, kan ik zomaar dat, dat DVS weer aankomt. En, ja, ik zou graag terug willen natuurlijk wel een keertje. Een mooie club, fijne club ook. Ik ken de mensen nu goed hier, dus ja. Wil je nog iets persoonlijks zeggen aan DVS? Ja, veel succes. Oké, bedankt. Dank u wel.